Welkom bij Simple NFT. Vandaag een nieuwe video over de uitslagen die er zijn geweest in mijn teams. Ik ga ook laten zien wat ik door met fakes ga spelen. De Casual League. Ja, het was dramatisch. Rodrigo kreeg toch weer een doelpuntje tegen. Clean sheet gaat eraf. Gelijk 30 punten. Cameron Carter Vickers van Celtic wint 4-0. Echt dramatische score. Tronstad van Vitesse. Op zich prima score. 62,9. Niet de allerbeste speler. Ik heb geen middenvelders. Gelukkig heb ik een middenvelder gepakt vorige keer. Ketsen Fernandes van Beziktas. Dus daar ben ik heel blij mee. Arango neemt weer zijn doelpuntje mee. En ja, Sebastian Drissouci heeft volgens mij voor het eerst niet gescoord na een lange tijd. Dus ja, het was eigenlijk een dramatische score. Dus ja, voor mij was het 35.000. Voor mij kregen we een tier. Ik ga even snel kijken voor jullie live een tier 1 komen. Dus ik ben benieuwd. Dan gaan we naar de tweede. Challenge Europe. Dramatisch. Hit. Prima scoren voor 2 tegendoelpunten. Ze hebben 2 verloren, Basel. Dus op zich nog redelijk punten. Daar begonnen we mee. Ik dacht, oké, dat kan nog wel eens wat worden. Daarna Beukema, 61 punten. Op zich redelijk gewoon voor verdedigen. 3-0 winnen van Emmen. En daarna stond opeens Frederiksen niet in de basis. En ja, dat zei iemand in mijn live chat vorige keer. Dus daar baalde ik gelijk van. En hij kwam er ook helemaal niet in. Ik weet niet wat er precies aan de hand was. Misschien was hij geblesseerd of had hij iets. Ik weet het niet. Hij zat wel op de bank in ieder geval. Dus ja. Nou, en toen heb ik nog 2 spelers van Midtjylland. Een middenvelder die altijd linksvoor staat. En een aanvaller. Nou, Midtjylland verloor kansloos 0-2. Dus ook niet veel punten. En ja, hier zijn 6310 geworden. En moest 130 punten nog voor een reward. Wat heel veel is. Misschien als Frederiksen was, moest ik alsnog 80, 70 punten hebben. Dus had ik het niet gehaald. Dan de Champion America Limited. Daar heb ik heel veel pech gehad. Echt heel veel pech. Want we begonnen met Federico Lanzilotta. 0-0. Alles ging goed. Hij had 7 of 6 saves. Hij had echt veel punten. En in de 87ste minuut maakte hij eigen doelpunt. En daardoor verliezen ze de wedstrijd met 1-0. Jammer. Jack Elliot. Jongens, echt een goedkope kaart. Hij had echt goede scoren, Jack Elliot. Het is altijd een aanrader. Echt een goede speler voor Amerika. Dan heb ik een nieuwe speler gekocht. Had ik Alexander Alvarado. Ook hele goede scores de laatste tijd. Hij scoorde ook. 67 punten. Nou, prima. Dan de held die ik ook heb gehaald is Javier Hernandez. Hij scoorde 2 doelpunten. Ik heb hem als captain gebruikt. Het werd 2-2. Ik had toch wel verwacht om dat hij 100 punten zou halen. Ondanks dat hij 2 keer scoorde. Maar Robson mist een penalty. En daardoor heb ik sowieso geen tier 3 gewonnen. Want ik moest nog 22 punten. Als hij die had gescoord, was het gewoon goed komen. En als die keeper ook nog normaal had gedaan, had ik misschien wel een tier 2 gehad of zo. Maar helaas, ja, soms gebeurt dat. Dan de Specialist Limited. Jeffrey de Lange. Ik had niet anders verwacht tegen Feyenoord. Feyenoord is gewoon een goede club, goede ploeg. Ik heb hem wel verkocht. Ik ga toch met nu 2 teams maken. Ik ga niet met 3 iets betere spelers. Sven van Beek prima scoren. Wilma Barrios scoort altijd tussen de 50 en 65. Prima scoren weer. Hij scoort nooit, geeft nooit een assist omdat hij iets verdedigender speelt. De nieuwe man die ik heb gehaald voor €44. Hij is nu €70 waard. Hij speelt bij Basel. Is die overgenomen van Augsburg. Ja, 2 verloren, slecht scoren. Ik moest 35 punten hier ook nog om een reward te winnen. Zo dichtbij, maar toch allemaal ja, net niet. En Gerson Fernandes een assist geven. Dat is de enige die elke week tot nu toe voor mij goed, best wel goed presteert. Ook ik heb hem wel verkocht. De underdog, ja, dat was gewoon. Daar ga ik niet eens over hebben. Dan gaan we naar de upcoming van de midweek. De midweek gaan we 2 dingen doen. We gaan meedoen met de Specialist Limited. Ik zat wel nog te twijfelen tussen All-Star of Specialist Limited. Maar Basel moet tegen Punic. Basel moet tegen Punic. Geen idee waar ze precies vandaan komen eigenlijk. Basel tegen Punic.
H2H, Punic, ja, ze winnen wel. Oh, ze komen uit, die staat gelijk uit, van mij, Armenië. Ja, Armenië. Nou, nah, dat is niet veel, lijkt me. Ze hadden ook verloren in de Europa League van Sheriff Tiraspol. Ook geen idee wie dat is. Ik verwacht gewoon een goede zegen. Hij doet mee met Spits. Ik verwacht er gewoon veel van. Hij doet mee met de goalkeeper, bedoel ik. En die andere ga ik er ook in zetten als aanvaller. Ook voor Basel, Andy Sakiri. En kijk, zijn laatste 15 is onder de 40. Ik heb heel hoge verwachtingen van deze speler nog steeds. En ook de keeper. Dus ja, die heb ik gewoon opgesteld. Dan heb ik als verdediger, ik heb niet veel anders keus. Sam Beukema tegen de Dnipro uit Oekraïne. We kunnen er volgens mij niet veel van volgen, omdat Oekraïnse competitie stil ligt. Even kijken, de Dnipro. Spelen ze weer tegenwoordig? Excuus jongens, ze spelen gewoon weer. Dat wist ik niet. Zo, Dynamo Kiev, 2 verloren. Okay. De Dnipro, 2 gewonnen. Van Kiev, Dynamo Kiev, 3 nog gewonnen. Dat is wel een monster score. Oeh. Dan wordt het toch nog lastig dan ik denk misschien. Maar ik heb vertrouwen aan Zet. Dan als middenvelder Sisto. Ik ga het toch weer proberen met Midtjylland. Middenvelder, hij speelt altijd links voor. Ze moet tegen Sturm Gras. Ik weet niet, misschien een beetje gelijk op. Maar. En ik ga ook voor de spit. Sorry Kaba. Moet ook te noemen zijn. Ook onder de 40. Dus deze twee zijn onder 40. Daarom kan ik meedoen. We gaan deze aanklikken. En dan doen we nog met eentje mee. Dat is de Castrol. Ik heb daar niet heel veel keus. En ik ga voor Volkan Babacan. Ik zit wel af te twijfelen. Want speelt hij nou elke keer? Speelt hij de laatste wedstrijd? Scores. Ja, kijk, hij speelt gewoon de laatste wedstrijd ook. Die is meestal de eerste keeper. Tegen Hearts moeten ze. Nou, het lijkt me niet dat het de moeilijkste wedstrijd is voor Basaksehir. Ze doen het ook goed. Alanya Spoor gewonnen. Antwerpen hebben ze gewonnen. Antwerpen gelijk. Ik heb vertrouwen in de keeper. En als verdediger zat ik ook nog te twijfelen. Ik ga denk voor Carlos Salcedo. Als middenvelder. Helaas, ik heb weer niemand die meedoet. Ik krijg gewoon geen goede middenvelders. En ik dacht dat de middenvelders meededen. Met Gedson Fernandes, Beşiktaş. Maar Beşiktaş die speelt gewoon geen Europees. Dus ja, jammer. Ik zet Beşiktaş. Gedson Fernandes zet ik er niet in. Omdat ik hem ga trainen. Dus ik zet even, Tronstad of zo erin. Dan als aanvaller, ja. Is niet veel keus. Deze twee. Michael Estrada. Kies ik gewoon voor. En ik ga dan voor Cameron Carter-Vickers tegen Real Madrid. Het wordt een moeilijke wedstrijd. Maar we gaan het gewoon doen. Ik verwacht niet dat we star komen in ofzo. De keeper maakt gewoon aanvoerder. Ik verwacht er niet veel van. Nou, dit waren mijn resultaten en de gameweek voor 303. Als jullie dit leuk vinden, laat een like achter. Volg me ook op Insta, Simple NFT. Je kan daar vragen naar mijn Discord, waar we over chatten, alle mededelingen gaan geven. En tot de volgende video.